Ja, dat is heel veel. Pauline, Paulin, ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Cabo-verslaving begint echt uit de hand te lopen. En dit is dus dat setje van Fox. Ik zit nu achter mijn laptop deze weekvlog te bewerken. En ik dacht net echt bij mezelf, ga ik dit echt online zetten? Ik heb zo weinig gedaan deze week. Ik ben zoveel binnenshuis geweest, thuis gezeten. Heel veel shoplogs, heel veel unboxings, dingen gekocht, dingen laten zien. Dus ik twijfelde echt heel erg of ik deze weekvlog wel online moest zetten. Maar ik dacht, ja, dan staat er wel een weekvlog online. En ik denk dat ook heel veel het wel leuk vinden dat er heel veel unboxings in zitten. Ik zal er in volgende weekvlog weer even wat beter mijn best op doen. Even wat meer buiten de deur filmen. Ik ga in ieder geval volgende week wel echt heel veel leuke dingen doen. Ben ik ook jarig. En ik heb een Björn Borg event in Amsterdam met Keerzama. Dus ja, dat is wel pas volgende week trouwens. Maar deze week ga ik ook beter mijn best doen buiten te filmen. Maar goed, zoals jullie zien heb ik de weekvlog alsnog online gezet. Dus ik hoop dat jullie hem toch leuk vinden. En veel plezier met kijken. Het is vandaag woensdag en wij hebben het heerlijk gesport. We hebben, nou, dat was wel lekker achteraf. We hebben buikspieren gedaan en op de loopband. Een keer die is zich nu even thuis aan het omkleden en dan gaan we even naar de stad toe. Want bij de Primark heb je dus hele leuke sportsetjes. En dacht wel even naar de H&M, hoor ik net in mijn linkeroor. En eventjes wat eten, want we hebben ook nog niet gegeten. Een keer zegt nu dat ze gaat plassen en dan komt ze eraan. We gaan lekker op de scooter, want dat is gewoon veel goedkoper dan met de auto. Oh, en ik heb een nieuw sportsetje. Ik heb het topje niet aan, maar de broek wel. Kan je het zo zien? Deze. Van Fox. En dat topje is ook echt heel mooi. Alleen, ik ga hem even pakken. We gingen natuurlijk op de loopband en rennen. En dat topje is heel mooi, maar ik weet niet of... Even kijken. Hij is heel mooi. Ik denk niet dat als ik dit aan had gedaan, dat alles heel netjes op zijn plek had blijven zitten. Kijk. Zo'n gedraaid topje. Dan op je achterkant heb je zo'n kruis. Echt een mooie kleur. Helemaal leuk. Maar goed, we gaan eventjes wachten tot Keur er is. En dan gaan we richting de stad. Ja, jij kan dan. Ja, jij kan dan. Ja, wij zijn dan. Laat het even, ja. Ze zegt, ja, ik heb echt heel veel gewonnen. Ik moest met dit aangelopen. Dat is veel. Ja, dat is heel veel. Ik vind het heel veel. Ik heb bijna mijn armen. Ik ben weer thuis op sporten met Keer een dag. Dat was echt eventjes lekker. Gisteren waren we natuurlijk eventjes met z'n drieën naar de stad geweest. Daar heb ik niet heel veel gekocht. Maar wel een paar kleine dingetjes bij de Primark. Ik dacht, ik laat het gewoon alsnog even zien. Ik had zo'n setje met van die klemmen gekocht. Eentje die zit nog in mijn sporttas, want die had ik er straks in. Ik wilde gewoon eventjes wat leuke klemmen hebben. En deze vind ik niet mooi, maar deze vind ik wel leuk. En hier zat een zwarte, die vond ik ook heel erg leuk. En die waren 5,50. Dan weer eventjes nieuwe elastiekjes, want die gebruik ik altijd. Dan een setje. Dit setje die heb ik echt al in, ik denk oprecht al 8 kleuren of zo. En nu zag ik dus ook een lichtroze. Dus die heb ik ook meegenomen. En deze zijn dus echt maar 7 euro. Dus die. We gingen dus eigenlijk voor de sportkleding naar de Primark. Maar ik weet niet, we waren er allemaal niet heel erg fan van uiteindelijk. En ik zag bij de Valentijnsafdeling leuke strings. Dus die heb ik ook meegenomen. Want die dingen, net zoals sokken, die verdwijnen echt waar je bij staat. Dus daar weer even wat nieuwe van. En dan was ik zaterdag was ik met Rowan in de mall. En toen had ik mijn broeken gepast. Alleen die waren te groot. En ze hadden geen maat kleiner. Dus die heb ik toen besteld in een maatje kleiner. Het is wel echt een hele mooie broek. Dus ik hoop dat deze wel goed zit. Hè? Ik heb allereerst deze grijze. Echt, spijkerbroeken vind ik zo'n drama. Dus ik hoop echt dat deze goed zit. Dit is de white leg. En dit is de code. Die zal ik zo meteen even passen. En die heb ik ook in een spijkerkleurtje. Want dat is altijd handig. Deze. Gewoon precies dezelfde, alleen dan in een andere kleur. En daar kwam net echt een super, super leuk pakketje binnen voor een samenwerking. Niet voor op YouTube, toch eventjes laten zien. En dat zit in deze grote doos. Een mailtje ervan. En nou, ik helemaal blij natuurlijk. Want dit zijn echt de samenwerkingen waar je echt gebeeld van wordt. Ik heb namelijk van Dyson de Dyson Airwrap mogen ontvangen. En ik heb er dus al eentje.
al, ik denk, 4 jaar ongeveer. En dat is ook nog de oude versie. Dit is dus de nieuwere, waar dus ook dit opzetstukje bij zit. En deze twee kan je zeg maar gewoon draaien. Ik heb nog allemaal losse opzetstukken daarvoor. Dus ik ben hier echt, echt heel erg blij mee. Oh, die doos is ook zo mooi. Prachtig. Echt. Oh my god, zo blij mee. Ik vind die gouden kleur ook echt heel erg mooi. En dan vraag je misschien af, wat ga je in godsnaam met twee Dysons doen? Maar die andere ga ik aan een vriendinnetje geven. Want ik weet dat zij ook heel vaak de Dyson gebruikt. En ik vroeg aan haar van, in welke staat is jouw Dyson? En toen zei ze van, nou, die is wel een beetje aan zijn einde. Dus toen zei ik van, nou, dan mag je die van mij hebben als je wilt. Ja, om nou twee van die dingen te hebben is ook een beetje onzin. Dus dan vind ik het leuk om daar een vriendinnetje blij mee te maken. Dus ga ik denk morgen even bij haar langs gooien. Maar die dus in ieder geval. Daar ben ik echt, echt mega blij mee. Ik heb nu eerst de spijkerkleurige aan. En hij zit wel een beetje strak aan de bovenkant. Maar van de week die 34, die zat gewoon echt veel te los. Zo'n klein beetje hier. Op zich niet heel erg. Ik weet niet. Wat vinden jullie van deze broek? Ik denk dat ik deze sowieso terug ga brengen. Want ik vind die wassing toch niet zo mooi. Hij lijkt wel een beetje een soort roze paarse gloed eroverheen te hebben ofzo. Dus deze ga ik denk ik sowieso zaterdag even terugbrengen bij de Zara. Want ik ga zaterdag de roze foto's maken. Dus dan kunnen we gelijk even naar Zara. Die andere ga ik nog even over nadenken. Maar deze ga ik sowieso terugsturen. Als je nou nog tips hebt voor echt goede spijkerbroeken die niet snel uitlopen. Voor mensen van 1,60, kleine maatjes. Let me know, want ik heb echt spijkerbroeken nodig. Ik heb gisteren zoiets bizars binnengekregen. En ik wilde het eigenlijk gisteravond al laten zien. Maar het was best wel donker. Dus ik dacht, ik wacht gewoon eventjes tot vandaag. Het is vandaag trouwens vrijdag. En ik ga zo meteen sporten met Keer. Vandaar dat ik mijn sportsetje al aan heb. Ik zal hem zo meteen trouwens eventjes goed laten zien. Want dit is dus die nieuwe van Fox. Is van Polena. Polen. Ik weet niet zo goed hoe het uitspreekt. Ik heb al eerder 2 tas van hun gekregen. En ik heb nu echt de allermooiste en leukste gekregen. Deze. Ik ben altijd zo blij met de tassen die ik van hem krijg. Ik vind ze altijd zo mega leuk. Je kan ze dus op verschillende manieren dragen. Je kan hem dus zo naar buiten steken, maar je kan hem dus ook zo naar binnen klappen. Dit is dus de Seam. Ik weet niet hoe het zegt, maar ik zal het even in beeld zetten. Bag in de kleine. Ze hebben ze ook een grotere, maar dit is de kleine. En ik denk dat echt heel veel van jullie deze al kennen. Er zit ook nog helemaal zo'n klein handig tasje bij. Heel erg chill. Oh, ik vind deze zo leuk. Ik kan hem dus aan een lang hengsel dragen. Maar je kan hem ook kort vastpakken. Het is gewoon echt oprecht een hele handige tas. Ik ben hier zo mega, mega blij mee. Ik heb dus gisteravond een beetje zelfbruiner opgedaan. Ik weet niet of je het ziet. Ja, volgens mij zie je het wel een beetje. Maar ik weet niet of het heel erg mooi is geworden. Ik weet niet. Maar goed, ik ga dus zo meteen sporten met Keer. We hebben vandaag benen. En billen. En dit is dus dat setje van Fox. Ik had natuurlijk van de week wel die legging laten zien. Maar nog niet die sport BH. Die vind ik ook echt zo mooi. Past allemaal wel, maar net helemaal blij mee. Het is nu 9:30. En Keur heeft een nachtdienst gehad. Dus we gaan wel iets laten sporten, denk ik. Dus eventjes wachten tot ze groen licht geeft. Volgens mij is dan mijn camera ingezoomd. Of niet? Ja, ik dacht al, ben ik dichtbij. Ik ben weer thuis aan het sporten. Het ging heel goed. Helemaal geslopen was ik. Keer die zei echt bij elke oefening van, kijk, vaak is Keer in haar benen wat sterker dan dat ik ben. Dus vaak doe ik hem wel een gewicht lager. En nu zei ze gewoon, nee, je kan het wel, doe gewoon. En uiteindelijk lukt het ook wel. Dus ik ben wel blij hoe het is gegaan. En er is weer een doos van Cabau binnengekomen. Ik had natuurlijk in mijn vorige week vlog volgens mij ook een Cabau unboxing gedaan. Maar ze hadden dus gisteren en vandaag hebben ze echt super veel korting. Omdat ze dus 3 jaar bestaan. Dag en ik die hadden samen een bestelling geplaatst. Dag heeft haar dingen er al uitgehaald. Maar de mijne zitten er nog in. Ik heb allereerst dit. Dit is zo'n torentje. Misschien ken je dit wel van babyvoeding. Maar deze heb je dus ook bij Cabau om dus je dingen in mee te nemen. Eind maart gaan we een weekendje weg. En ik dacht, hoe handig is dit dat ik dan wel gewoon mijn proteïne dingen mee kan nemen. Dus mijn whey protein of mijn high protein meal. Kan ik dat gewoon hierin doen. En dat kleine scoopje past er dus ook in. Dus die heb ik besteld in de
besje. Dan heb ik iets besteld waar ik gewoon heel erg benieuwd naar ben. En dat is de waist trainer. En ik heb dit dus vroeger ook gehad. Alleen dan had het van die BH klikjes, zeg maar. En dat was eigenlijk echt heel slecht. Want je moest hem dus super strak doen. En daardoor worden gewoon al je organen bij elkaar geplet. Helemaal niet goed. Geen aanrader. Maar dit is dus zeg maar zo'n soort zweetband. Het heet waist trainer, maar het is meer bedoeld voor tijdens het sporten bijvoorbeeld. Zodat je dus meer bij je buik gaat zweten. En als je meer zweet, verbrand je dus meer vet. En deze was nu nog maar 11 euro of zo. Het is dus heel groot. Maar hij zit dus met een klittenband. Dus dan kan je hem zelf zo strak maken als dat je wilt. Ja, ik weet niet. Ik was hier gewoon benieuwd naar tijdens het sporten. Ze zeggen ook dat het kan helpen als je bijvoorbeeld je benen traint. En snel last hebt van je onderrug bijvoorbeeld. Dat het daar ook voor kan helpen. Voor een beetje stabiliteit. Dus ik ben benieuwd. Ik ga het uitproberen van de week. Dan had ik in mijn vorige week vlog natuurlijk deze laten zien. De Caramel Hazelnoot Protein Bars. Deze vind ik zo mega lekker. Dus ik zag nu dat ze met korting waren. En ik heb natuurlijk laatst een nieuwe doos. Maar ze gaan er best wel zo hard doorheen. Want Sam vindt ze ook heel erg lekker. Dus ik dacht, ik bestel gewoon een nieuwe doos. Of was gelijk als reserve. Dus die weer. Zitten er 12 in. Dus daar kan ik ook weer even mee vooruit. Laatste. Dit heb ik dus nog nooit geprobeerd van Cabo. Hier ben ik ook benieuwd naar. De Clear Protein Drink. Ik heb dus al bijvoorbeeld de whey protein. En dat kan je dus met water mengen. Maar dan heb je alsnog een beetje een soort van milkshake. En dit is gewoon echt een soort limonade siroop wat je dan gaat drinken. Ik heb hem in de smaak orange gekozen. Dus onze sportkast die loopt echt heel erg uit de hand. Maar wel heel erg leuk. En dan kwam er nog een pakketje binnen van My Jewelry. En ik heb oprecht geen idee wat het is. Ik krijg opeens de laatste tijd van My Jewelry allemaal leuke lieve pakketjes. Waar ik heel erg blij mee ben. Oh, dit is denk ik voor Valentijn. Kijk hoe schattig. Oh, dit is heel leuk. Oh, ik ga stemmen. Oh, wat grappig. Ze hebben. Ik hou mijn relatie natuurlijk best wel een beetje privé. Mensen weten wel dat hij Stan heeft, maar hij komt niet in de vlogs. Niet heel openbaar op Insta. En nu hebben ze dus een kettingje opgestuurd. Met de S. Hoe schattig. Ik vind het echt leuk dat ze dan een soort van onderzoek doen of zo. Om te kijken. Ja, wat ze erop kunnen schrijven. Nou, heel lief in ieder geval. Oeh, en deze vind ik ook heel erg leuk. Dit is een bengel. Volgens mij een bengel. Goud met van die hartjes erop. Dat vind ik ook heel schattig. Want ik wil dus echt wat meer armbandjes. Ik heb er nu twee zilveren. Maar ik vind het ook heel erg leuk om zilver en goud te combineren. Er zit ook nog een kaartje bij. Super lief. Ik vind het echt heel erg leuk. Cabo-verslaving begint echt uit de hand te lopen. Ik heb hier dus die van mij neergezet. Die is vandaag. Dan staat er achter die whey protein. Dan hebben we hier de pancakes. High protein meal. Collageen booster. Chai latte booster. Twee flavoring powder. Dingen voor je kwark. Nou, ik heb hier dan die. Ik heb hier nog twee bekers. Maar ik denk dat ik deze ook maar hierbij ga zetten. Want anders gaat het echt niet passen. Ik heb eventjes gedoucht en mezelf klaargemaakt. Ik heb eindelijk een keertje mijn nieuwe oorbellen van Ananina in. Heel blij mee. Shirtje is van Naked en heb ik er een lakbroek onder van Alex. Dan doe ik mijn groene campus denk ik eronder. Met mijn groene shirt mustas. En dan doe ik er nog een zwarte blazer overheen. Want het is in een soort van tuinhuisje volgens mij. Dus ik weet niet hoe warm of koud het er is. Dan doe ik nog gewoon een blazer overheen. Mijn zelfbruiner is echt een beetje heftig uitgeslagen. Maar ik kan er nu toch niks meer aan doen, want het zit er al op. Maar volgende keer is eventjes een druppeltje minder. Goed om te onthouden. Het is vandaag zaterdag en ik heb echt nog helemaal niks gefilmd. Ik heb net eventjes mijn make-up een beetje proberen te doen. Ik weet niet of het is gelukt, zie ik niet zo goed in het donker. Maar ik zou dus vandaag eigenlijk afspreken met Roos, maar die kon dus niet meer. Dus ik had niet echt een planning vandaag uiteindelijk. Vanavond zouden we eigenlijk een feestje hebben, dat gaat ook niet door. Dus we gaan zo meteen eventjes met die meiden gaan we bij Demi zitten. En dan gaan we daarna naar die gasten toe. Maar die gasten gingen eerst voetbal kijken. En als er voetbal aan staat, is er geen aandacht voor ons. Dus we gaan eerst gewoon even gezellig met die meiden. Ik moet over een uurtje bij Isa zijn. Ik ga die meiden even ophalen. Want ik drink nog steeds niet. En ik vind het leuk om auto te rijden. Dus ik heb gezegd, ik hou jullie wel op. Dan kunnen jullie lekker drinken. Ik moet eventjes een beetje mijn haar fixen. En eventjes wat anders aan. Want ik heb nog dit aan. Ik heb echt geen idee wat ik aan moet trekken. Hoe warm het gaat zijn, hoe koud het gaat zijn. Ik vind dat altijd zo lastig in de winter. Want ja, buiten en in de auto. Ja, auto kan je voor me gaan zetten. Maar buiten is het gewoon koud. En dan is het, daarbinnen is het dan warm. Is het dan ook koud? Ik
weet het niet. Maar goed, ik ga even kijken wat ik aan kan gaan trekken. Het is vandaag zondag. Ik heb het klaargemaakt. Keer die komt zo meteen hier naartoe. En dan gaan we eventjes gezellig samen naar de stad toe. Even een fotootje maken. Ik moet even wat terugbrengen bij de Zara. En misschien dat we even gezellig gaan lunchen ofzo. Ik weet niet eigenlijk wat we gaan doen verder. Maar we gaan in ieder geval eventjes lekker naar de stad. Ik heb net lekker gesport met Stan samen. Dat was ook gezellig. Die is nu naar huis toe. Dus ik ga even een klein beetje hiervoor zijn plukjes wat aan doen. En dan wacht op een keer. Ik denk dat ze elk moment zo kan gaan rijden. Dan komt ze hierheen met de auto. Maar we gaan wel gewoon op de scooter naar de stad. Want die parkeerkosten tegenwoordig, dat gaat echt helemaal nergens over. Ik hoorde laatst iemand die was wees lunch in de stad in Den Haag en naar de Zara geweest. Nou, hoe lang ben je dan bezig? Hooguit 2 uurtjes misschien. Die waren gewoon €28 aan parkeerkosten kwijt. Ja, het gaat helemaal nergens over tegenwoordig. Het waait hard. En jij hebt een pet op, dat is makkelijk. Ik heb nog wat superleuke items van Naked ontvangen om aan jullie te laten zien. En ik dacht, het is leuker om het aan te trekken en dan aan jullie te laten zien. In plaats van en laten zien en aan te trekken. Het is een beetje dubbel. Maar er zit wel iets in wat ik niet echt kan aantrekken. Dus dat ga ik wel eventjes zo laten zien. En dat zijn namelijk een paar hakken. Ik moet zeggen, er zitten echt al best wel veel zomerdingen tussen. Maar dat komt omdat ik met mijn hoofd gewoon helemaal al lekker in de zon zit. En mensen weten van mij, ik ben echt meer een zomermens dan een wintermens. Dus ja, het is allemaal een beetje zomers. Maar ik vind het leuk. Deze hakken kan je eigenlijk door heel het jaar doorheen wel dragen. Met kerst, met oud en nieuw, met een verjaardag. Je kan het eigenlijk altijd dragen. Ik vond ze echt super leuk. Ik zie nu de laatste tijd natuurlijk heel erg veel van die roosjes. Kijk nou, hij is ook niet zo hoog. Dus je kan er denk ik ook best wel lang op lopen. Ik vond dit echt heel erg leuk. Ik heb ze in mijn eigen maat genomen, maat 36. Even kijken of ze passen. Oh, ze zitten echt top. Dus gewoon lekker je eigen maat nemen. Ik heb ook mijn eigen maat genomen. Ik vind dit echt, ik heb er nu sokken in aan, dus niet heel charmant. Maar ik vind dit echt heel erg leuk. En de rest ga ik eventjes voor jullie aantrekken, omdat ik denk dat dat gewoon leuker is om te laten zien. Dus hier komen alle items die ik bij Naked heb uitgekozen. Eerste dit topje. En ik heb het nu eventjes op een spijkerbroek. Maar ik zou hem denk ik eerder op een zwarte broek doen. Ik vond dit echt heel erg leuk voor festivals. Het moet wel even iets bruiner zijn voor dit kleurtje. Ik zag hem ook in het zwart. Maar ik dacht, in de zomer is dit wel heel erg leuk. Een beetje zo'n camel kleurtje. Nee, hoe noem je dit? Een beetje groenachtig denk ik. En hij gaat dus dicht en open met van die knoopjes. Dat vind ik echt super chill. Want ik heb echt altijd met van die corset tops. Ik krijg het zo benauwd om ze aan en uit te doen. En dit kan je gewoon heel makkelijk aan de voorkant zelf dichtknopen. Zoals deze. En ik heb deze in een maatje 32 besteld. Dan dit shirtje. En ik hou hem even zo. Want ik heb er geen BH onder aan. En hij schijnt een beetje door. Maar ik weet niet of jullie het patroontje goed zien. Maar hij is dus een beetje van dat mesh. Ik dacht, dat vind ik wel heel erg leuk voor onder een blazertje. Gewoon simpel. Ik best wel veel zwarte t-shirtjes, maar dit zijn gewoon van die katoenen simpele dingetjes. Dus ik dacht, dit vind ik wel leuk met dit patroontje erin als een beetje wat extra's. En deze heb ik in een XXS volgens mij. Even kijken. En die ziet eigenlijk gewoon prima uit. Ook een klein beetje zo'n nekje, zo'n turtlenekje noem je dit volgens mij. En gewoon een mooi mouwtje. Dus dat is die. Ook dit is weer een iets meer zomertopje. Maar ik vond deze wel echt heel erg leuk. En ook voor deze top ben ik eigenlijk nog net eventjes iets te bleek. Maar ja, ik vind hem wel echt heel erg mooi. Hier aan de binnenkant is hij dan zo getwist. En aan de achterkant gaat hij gewoon open en dicht met een rits. Ze hadden deze ook nog in het lila. Ik twijfelde echt heel erg tussen lila of beige. Maar ik dacht, ja, beige is misschien wel makkelijker combineren. Ik heb zo meteen ook nog een paar satijnen rokken. En andere rokken waarvan ik denk, daar staat het denk ik ook wel heel erg leuk op. Dan deze twee items. Als eerste dit bandeautopje. Die heb ik in deze bruine kleur. En deze van Naked zijn echt de aller chills. Ik heb ze ook in het lang, maar ik wilde er eventjes een paar in het kort. En ik heb allereerst deze bruine. Maar hij heeft dus hier aan de bovenkant zo'n plastic randje. Waardoor als je hem aan hebt, dat hij dat dus niet afzakt. Echt heel chill. En die heb ik dus ook nog in twee andere kleurtjes. Allereerst in het zwart. Gewoon precies dezelfde, maar dan een zwarte. En die heb ik ook eventjes in het wit. Ik had hem al in het wit, maar wit wordt in de zomer gewoon best wel snel vies met
zonnebrand wat je nog op je lichaam hebt. Olie, aftersun, dat soort dingen. Dus ik heb hier eventjes een schone witte. En ik heb deze allemaal in een XXS. En dan deze rok. Die vond ik ook zo leuk voor Curaçao. Het is een beetje zo'n gehaakte rok in een bruin kleurtje. Toch super leuk voor over je bikini heen. En omdat ik hem zo leuk vond, heb ik hem ook nog in deze kleur. In deze witte kleur. Kijk, dan kan je ook een beetje goed het patroontje zien. Echt zo'n mooie gebreide rok voor op vakantie. En deze heb ik ook allebei in een XXS. Dit is ook heel erg leuk. Zo die kleurencombinatie bruin met wit. Of bijvoorbeeld hier een wit topje op. Of gewoon leuk met een bikinietje. Dan heb ik dit paars rokje. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik wist niet dat er een glittertje in zat. Maar ik vind het op zich niet heel storend. Maar ik dacht, dit vind ik ook gewoon leuk voor op het strand. Of met eigenlijk een oversized t-shirt erop. Ik had volgens mij van de week vrijdag een wit t-shirt aan in de vloer. Ik dacht, dat vind ik ook wel grappig als je dit hier opdraagt. Maar ik had hem meer eigenlijk wel bedacht voor het strand. Het is echt heel erg leuk. En je kan hem dus zo lang en kort maken als je zelf wil. Want je kan hem dus helemaal naar beneden trekken. Maar je kan hem ook helemaal zo optrekken. En dan hier een strikje inleggen. Dat hij weer wat korter wordt. Wat ik altijd wel leuk vind. Want ik heb al van die korte benen. Dus dan vind ik het soms met die korte benen van mij moet ik of een hele lange rok hebben. Of een hele korte. Eigenlijk niet ertussenin. Want dan word ik echt zo'n klein dwergje. Maar ik vind deze heel leuk. En ik heb deze in een XXS. Dan heb ik weer twee rokken. Ik heb er eentje aan. Die zal ik even laten zien eerst. Dat is deze bruine satijnen rok. Ik wilde hem eigenlijk heel graag in beige. Maar die was uitverkocht. En toen zag ik deze bruine kleur. Dacht ik, vind ik ook wel mooi. Voor in de winter. Maar ook voor in de zomer. Dat is deze. In de winter vind ik dit heel erg leuk als je er een beetje een gebreide trui op doet. Maar in de zomer weer met zo'n soort topje of een ander mooi topje. Dat is deze. En ik heb deze in die maat 32. En die heb ik dus ook in het zwart uitgekozen. Ik heb best wel veel dingen dubbel in andere kleuren merk ik niet. Maar ik heb altijd gewoon bij Naked als ik iets mooi vind. En het zit goed, dan heb ik het liefst in meerdere kleuren. Maar ik heb hem dus ook nog in het zwart. En die is gewoon precies hetzelfde als deze. Dan dit blauwe topje. En normaal zou ik dit echt heel tuttig vinden. Maar ik zie dit tegenwoordig zo vaak bij mensen dat ze dit over een bikini dragen. En er zit dus ook weer zo'n roosje. Net zoals bij die hakjes. Maar die kan je er dus ook afhalen. Dus die zou je dus bijvoorbeeld ook nog hier kunnen doen. Of die zou je aan je tas vast kunnen maken. Dat je het een beetje een geheel ervan maakt. Ik weet niet, ik vond dit wel echt heel erg leuk. En ik dacht, dit is toch leuk voor op het strand, over je bikinietje heen. Want dat schijnt dus wel echt heel erg door. Dus je moet er wel wat onder. Je kan natuurlijk ook gewoon zo'n manteau topje als wat ik nu eronder heb eronder aan. Maar ik vond dit wel heel erg leuk. Ik had eigenlijk ook een beetje deze blauwe in gedachten op deze witte rok die ik dus net liet zien. Maar ik heb deze ook nog in een ander kleurtje. Ik heb hem namelijk ook in het zwart. En ik dacht, ik doe die blauwe eventjes aan, want dan zien jullie iets beter hoe die zit. Maar ik heb dus precies dezelfde ook in het zwart. En ik heb deze in een maatje groter volgens mij. Ja, 34. Want ik dacht, dan zit hij wat wijder en wat losser. Volgens mij is dat wel een beetje het idee hiervan. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk. Ik weet niet. Ik moet er wel een beetje aan wennen bij mezelf. Omdat ik dat niet zo vaak zou dragen. Of eigenlijk nog nooit heb gedragen. Maar ik vind het ook een beetje zo. Ik kan die natuurlijk ook nog eraf halen als je het iets te tuttig vindt. Maar ja, ik dacht voor vakantie. Ik heb natuurlijk helemaal alle vakantiestemming in mijn hoofd, zoals ik net zei. Dus heel veel hiervan is ook waarvan ik denk, leuk voor op vakantie. Maar net zoals dit. Maar deze kan je natuurlijk ook in je haar doen. Nou heb ik niet het perfecte haar om dat ervoor te doen. Maar als je echt van het mooie haar hebt en je maakt een staart, kan je hem ook nog hierbovenin doen. Dus die. Dan had ik net natuurlijk de hele tijd die bruine bandeau top aan. Daar heb ik nu een soort van jurk van aan. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij nog iets strakker zou zitten. Iets meer echt helemaal aangesloten, zeg maar. Maar hij is een beetje wijd. Ik heb wel een XXS, maar het is echt zo'n mooi strak jurkje. Ook deze heeft weer zo'n plastic band. En aan de onderkant heeft hij dus achter heeft hij een split zitten. Ook echt zo mega mooi. We zijn er bijna doorheen. Ik had echt zoveel besteld deze keer. Maar allereerst dit topje. Ik zal het even iets beter laten zien. Dit is het topje. En hij heeft echt zo'n spul alsof hij van Skims is. Ik vind wel, of ik ben hier net te klein voor, of het model is een beetje gek. Want ik vind wel dat die bandjes echt heel ver hier zitten. Zeg maar als ik zo zit, voelt het echt alsof ze elk moment kunnen afvallen, afzakken. Maar ik vind de top verder wel echt heel erg mooi. En ik heb deze in een XXS weer.
En dan nog een rok. Ik heb echt zoveel rokken besteld, besef ik me nu. Maar goed. En dat is deze. Deze heeft hier aan de zijkant heeft hij een split. En er loopt ook een plooi overheen. Wat ik wel mooi vind. Een beetje extra detail. Ik weet niet of jullie dat goed zien. En dus hier aan de zijkant een split. Heel erg mooi en leuk. En deze heb ik ook in een maatje XXS. En uiteraard heb ik dit topje ook nog in een ander kleurtje. Deze bruine kleur. Ik merk echt, ik heb deze bestelling heel veel dubbele dingen besteld. Heel veel bruin. Heel veel rokken. En vooral heel veel zomerdingen. Maar goed, ik hou gewoon van de zomer. Dit topje in ieder geval is gewoon precies dezelfde als deze. Ook in een XXS. En nu echt als allerlaatste dit topje. Ik vond het ook wel heel erg leuk met bijvoorbeeld zo'n rok eronder of zo. Zo'n lange rok. En het deed me heel erg denken aan Rad en Boa. Ze hebben echt de allermooiste jurken, topjes, broeken. Echt van alles. Maar het is zo, zo mega duur. En deze deed me er wel heel erg aan denken. Of zo met die mouwtjes ook. Ik heb deze in een maat. Even kijken. Ja, in de maat 34. Ik kon het echt even niet zien. Ook weer voor jullie een hele leuke kortingscode. Ik zal de linkjes van alle items eventjes in de beschrijving zetten. Het is echt heel veel. Ik zal proberen bij elk linkje eventjes erbij te schrijven wat het nou precies was. Zodat het voor jullie ook makkelijk is om te vinden. Ik wil bij deze ook gelijk de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem een beetje leuk vonden. Ik weet echt even niet meer wat ik allemaal heb gedaan in deze weekvlog. Maar ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer.